Hallo Jeroen. Jeroen, hey. Hi Jeroen. Goedenavond. Hey, hallo. Dit is welkom. Jeroen Diepenmaat. Hoi. En ik kom draaien vanavond. Kijk. Ja. Wat ga je draaien? Platen. Vertel eens wat over jezelf. Nee, grapje. We zaten net al eventjes een beetje te grappen dat we een heel lang interview gingen doen. Ja. Met Jeroen. Diepte interview, toch? Ja. Eerst anderhalf uur praten. Ja, precies. Ja. Maar heel erg in het mini-kort. Wat doe je eigenlijk? Ik ben beeldend kunstenaar, eigenlijk. Ah, eigenlijk, oké. Okay. Nee, en ik maak werken die veel met geluid te maken hebben. Dus ik schuif telkens tussen beelden en tussen geluid. En soms wordt dat muziek, en soms blijft het geluid. Ja. Ja, maar je bent niet per se een geluidskunstenaar? Nee, niet per se. Volgens mij moet... Nou, dit is ook leuk om juist een beetje die verwarring te hebben, toch? Ja. Ja, dat is oh, hè? Ja. Je bent een beeldende geluidskunstenaar. Ja, met soms muziek. Ja, precies. Nou, gewoon kunstenaar. Kunstenaar. Ja. En ik ken je vooral ook van sets bij Tromgeroffel. Ja. Ja. Gaat het een beetje die kant op? Nee. Cool. Ah, dat vind ik leuk om te horen. Dat is goed nieuws. Nee, nee. Ik heb afgelopen week op Valkoffer een hele fijne set gedraaid. Vet, ja. En, ja. En dit is een beetje een vergelijkbaar ding, denk ik. Oké. Okay. Oh, ja. En toen zat je in een kapel in Nijmegen. Ja, ja, echt een hele mooie plek. Dus met Harco mee van S-Crack. Ja. Die had een hele fijne avond georganiseerd. Met super fijne muziek. En ik mocht daar ook draaien. Dus dat was helemaal leuk. Gek. Ja. En jullie zaten, wat ik net zo'n beetje hoorde, midden tussen de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Mm-hmm. Ja, met de Deventeravond, hè? De Deventer. Ja, omringd door festivals. De Deventeravond inderdaad, ja. 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 Heb je veel last gehad binnen van randgeluid? Nee, nee. Ja, die muren zijn heel dik van zo'n kapel. Dus ja. dat houdt aardig wat tegen. En op sommige momenten was het juist ook wel heel mooi. Ik had een pianostuk bijvoorbeeld die dan heel erg repetitief was. En ondertussen klonk dan van buiten iemand alleen de drums klonken. Ja, door, zeg maar. En dan kreeg je een rare mengsel. En de warmte bleef ook buiten, hoorde ik. Ja. Ah, dat was wat die ook show. Heel fijn was, ja. Oh, ja. Ja, dat was goed warm, ja. Ja. Fijn. Maar dat was een goede avond. Ja, te gek. Ja. Nou, we proberen het hier na te bootsen. We hebben hier een ventilator voor de warmte. Oh, heerlijk, heerlijk. En Harco gaat straks hiernaast op het trommel slaan. Ja, ja. Nee. Ja, Harco die zit hier net buiten beeld. Je kunt hem net zien. Hier zo, net het Harco is er wel, gewoon weer bij. Wel, hè? Ja. En ja. Matthias zit hier Matthias ook nog. Ook, hoor. Die is ook verstopt. Echt wel. Matthias komt hierna nog met een diepte interview. Oké. Nee. Ja. Hey, dit is allemaal zonde van de tijd. Ja, precies. Oh. Genoeg geluld. Jeroen? Oh. Dat snel die al een half uur. Ja, dat valt mee, hè. Hey, veel plezier. Ja, dames en heren. Ja. Jeroen Diepenmaat. Your third string to match this sound. Tune your second string to match this sound. First string to match this sound. The fourth string at the 12th fret should make this sound. Third string at the 12th fret should make this sound. Mm-hmm.
We'll be right back.
Thank you.
Son espoir, la beauté, souvent il est sans sa gueule.